Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar het YouTube-kanaal wat je elke week hele toffe strips brengt. Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het een heel stuk beter. Ik heb vooral geleerd om de kleine dingen in het leven te waarderen. Zoals twee ogen kunnen gebruiken in plaats van één oog. En dat is toch heel veel fijner als je een hele mooie strip aan het lezen bent. Bijvoorbeeld deze, de definitieve editie van De Huurling, uitgebracht bij uitgeverij Arboris. Deel 5, Het Watervoort, en deel 6, De Zwarte Bol. Ja, ik ben wat verder weg gaan zitten van de camera, want ja, dit zijn echt hele grote boeken. Heel erg mooi, vooral als je weet wat hierin zit. Iets lastiger als je ze in de kast wil zetten tussen je andere stripboeken. Maar ik denk dat dat een klein ongemak is wat een echte stripliefhebber zich wel voor lief neemt. Goed, ik zet er eentje weg. Weet je, ik had het liefst gewoon twee vlogs gemaakt. Eén vlog per boek. Maar qua verhaal wil ik er niet te veel over vertellen. Valt er op zich ook niet eens zoveel over te vertellen. Want de website van Segrelles, Vincente Segrelles, dat is de maker van deze strip. Daar staat een stukje over, ja, het idee achter deze strip, hoe hij dat allemaal gedaan heeft en dergelijke. Heel erg leuk om te zien. Het is een Engelstalige website. Het is een Spaanse, Catalaanse stripmaker. Dus heel erg leuk dat je dat toch in het Engels even kan zien. En hij zegt ook van, hij wilde meer een soort film op de gedrukte bladzijde maken. En hij wilde niet een te ingewikkeld plot gaan bedenken, maar hij wilde juist het visuele aspect heel erg naar voren laten komen. Nou, dat is hem denk ik wel gelukt, want hij tekent niet, hij schildert met olieverf. Tenminste, hij heeft volgens mij de eerste 10 delen van de in totaal op dit moment 13 delen van De Huurling heeft hij geschilderd. Daarna is hij met de computer gaan werken, want je kan je voorstellen als je dat allemaal gaat schilderen, dat, nou ja, daar ben je wel even mee bezig. Alleen al het schutblad denk ik al van, wauw, dit ziet er gewoon heel erg mooi uit. Er komt een deel 14 aan, waarin hij eigenlijk alle verhaallijnen gaat afronden. Dus ja, dat zal dan het laatste deel zijn. Dat is natuurlijk wel weer jammer. Maar aan de andere kant, ja, ik heb deze reeks dus net pas ontdekt. Hè. Ik weet nog dat ik hem vrij regelmatig bij uitgeverij Arboris zag liggen. Als ze op een beurs stonden. En dan had ik altijd zoiets van, dat spreekt me totaal niet aan. Maar ja, goed, ja, nu moet ik eigenlijk wel, hè, want ze hebben hem gewoon toegestuurd. Ze hebben gewoon gezegd, hier, je hebt hem, je gaat hem lezen. En ik had zoiets van, oké, dan zal ik hem wel gaan lezen. En ja, goed, ik ben eraan begonnen en ik ben eigenlijk gewoon niet gestopt. Want ik had echt zoiets van, wauw, dit is zo ontzettend gaaf allemaal. Ik ben steeds meer aan het ontdooien qua fantasy. Nou vind ik het wel leuk dat dit toch wel fantasy is die heel erg sterk leunt richting de science fiction. Hoewel het zich ergens in het jaar 1000 afschijnt te spelen. Maar ja, jongens, de tekeningen die zijn zo ontzettend mooi allemaal. Dat is eigenlijk gewoon hetgeen, ja. Goed, de belichting helaas geeft wat problemen. Dat blijft heel erg lastig hier in de woonkamer. Ik heb al van alles geprobeerd, maar ja, dat blijft gewoon heel erg moeilijk. Goed, ik laat gewoon maar wat platen zien. Wel eventjes die cover, hè. En die is eigenlijk gewoon gecensureerd. Want deze dame die je hier ziet, die is grotendeels gekleed. Als je het verhaal gaat lezen en deze scène tegenkomt, dan zie je eigenlijk hetgene zoals het oorspronkelijk op de cover stond. Maar ja, hè, we leven in een tijd dat dat soort dingen niet eigenlijk meer kunnen. Dus vandaar dat die cover is aangepast. Een stukje censuur zou je gaan zeggen. En echt een hele interessante reeks. Ik ga die boek wegleggen, maar dat is helemaal niet waar. Want ik wilde nog even zeggen dat deze Vincente Segrelles echt een kunstenaar is in het, ja, beste woord, zinvol het woord. Hoe leg je dat uit? Dit is gewoon een kasteel wat hij op schaal gebouwd heeft, gewoon zelf. Met allerlei werkzame elementen erin. Die man die gaat zo ver richting zijn kunst, dat hij dus dat soort dingen allemaal doet. En dat is echt zo mooi. Er zit in elk deel zit gewoon een 16 pagina dossier in. Wat hij zelf geschreven heeft. Waarin hij zelf uitleg geeft over bepaalde zaken die in het verhaal zitten. En dat is heel interessant. Want daardoor, ja, ga je nog beter snappen hoe hij dat allemaal bedoeld heeft. Hoe hij dat allemaal gemaakt heeft. En ja, dat is echt absoluut fantastisch. Er zitten zoveel mooie dingen in. En ook qua personages. Het zijn eigenlijk maar heel weinig personages. Maar ja,
hij weet daar toch wel hele toffe verhalen mee te maken. Ik vind het feit dat de huurling, de hoofdpersoon uit dit verhaal, gewoon de huurling is. Hij wordt ook gewoon eerder in de huurling genoemd. Je zou toch denken, die man heeft een naam. Maar blijkbaar, ja, blijkbaar is die naam niet echt belangrijk geweest of belangrijk genoeg geweest. Nou ja, er zit ontzettend veel moois in. Weet je, dit is echt meer een vlog van dingen laten zien en wat minder erover vertellen. Om de simpele reden dat, ja, dat het visuele is gewoon zo heel erg mooi. Het is wel elke keer, in ieder geval in deze twee albums, is het wel elke keer de huurling die bij een aantal monniken is. Die hebben een vijand genaamd Klaust. Ja, die bevechten elkaar. Die Klaus die weet allerlei hele inventieve wapens te verzinnen of te vinden of te gebruiken. En ja, de monniken en die huurling die moeten daar dan weer een manier vinden om dat tegen te gaan. Dat is eigenlijk waar het gewoon in ieder geval in deze twee albums steeds op neerkomt. Maar de manier hoe Segrelles dat brengt is heel erg leuk om gewoon te lezen. Het is vooral gewoon fantastisch mooi om te kijken. Dat echt. En ja, dan heb ik echt zoiets van, er is voor mij echt een wereld open gegaan door dit te lezen. Dat had ik gewoon niet verwacht, dat die boeken zo'n impact op mij zouden hebben, dat ik daar zo enthousiast van zou worden en zo zwaar onder de indruk ben van deze Vincente Segrelles. Dus ja, wat dat betreft, ik pak ze er nog even bij, want ik had echt zoiets van, ik had ze gelezen en ik denk, ja, de eerst volgende gelegenheid dat ik weer een vlog kan maken met gebruik van beide ogen, ga ik het over deze boeken hebben. Nou, dat heb ik dus bij deze gedaan. De huurling. Ja, misschien ken je ze al, misschien heb je ze al. Dan hoop ik dat je blij bent dat ik super enthousiast ben over deze boeken. En misschien ben je net als ik en denk je van, ik weet niet of het mij echt aanspreekt. Die hele stijl en misschien, ik vond het een beetje te netjes. Ik miste een beetje het gevoel van de tekeningen, de streepjes en dergelijke. Maar nu ik meer van de achtergrond weet, heb ik echt zoiets van, wauw, wat ik al gezegd heb. Hè. Zo ontzettend gaaf, fantastisch mooie reeks. Ik ben er echt blij mee. Dus nou, heb ik jou ook enthousiast gemaakt? Dan zou ik zeggen, ga naar de stripwinkel en ga zelf daar even één of meerdere delen van de huurling inkijken. En als het wat voor je is, dan zou ik zeggen, ga ze kopen. Ga ervan genieten. Ik wens je heel veel lees en vooral ook heel veel kijkplezier. En tot de volgende vlog.